Tegen Begolea F., die verdacht wordt van de dodelijke steekpartij in de Vegastraat van februari vorig jaar, heeft het OM geen celstraf, maar TBS met dwangverpleging geëist. Volgens deskundigen is F. ontoerekeningsvatbaar, omdat hij tijdens de steekpartij waanideeën zou hebben gehad. Bij de steekpartij in Noord kwam de 21-jarige Alan Lopez om het leven. Hij nodigde F. uit om bij hem te logeren. Zijn moeder en zusjes waren op dat moment een weekend weg in Parijs. F. zou Lopez 99 keer hebben gestoken. Zelf verklaarde hij dat hij op dat moment dacht dat Lopez een kannibaal was. De moeder van Alan Lopez maakte vanmiddag tijdens de rechtszaak gebruik van haar spreekrecht en sprak de verdachte toe. Begolea, você não tirou sua vida do Alan, do meu filho, mas você também matou a minha nora, meus netos e toda uma geração. Você nos destruiu de uma forma irreparável. E mesmo com o meu coração dilacerado, não existe nele lugar para o ódio. Aprendi que o caminho para ter paz é o perdão. Por isso eu o perdoei. Eu espero que o meu perdão possa trazer pouco de paz ao teu coração. De rechtbank doet over 4 weken uitspraak in de zaak.